Ik ben Jo van Gossem. Jo, je bent de zaakvoerder van Dakwerken Krabbe. Je bent ook de grote bezieler van het wielerteam. Wat is het wielerteam in feite? We hebben een jeugdopleidingsteam. 20 jaar geleden zijn we gestart met ons eigen team. En nu, zoveel jaren later, hebben we eigenlijk een fusie samen met CC Chevigny. En ja, we zijn vooral bezig met de jeugd. Waarom de combinatie tussen een Vlaams en een Waals team in feite? Wel, we hebben eerst eigenlijk 10 jaar volledig op ons eigen geweest. Dan hebben we een combinatie gehad, een samenwerking gehad met UC Serein, die na 3 jaar geëindigd is. Zijn we 2 jaar samen geweest bij Avia, waar we ook een hele mooie tijd hebben mee beleefd gehad. En dan zijn we eigenlijk terug opnieuw naar de Walen gegaan. Dat was een beetje, origineel was dat we een klein beetje strubbelingen hebben gehad met de bond hier in Limburg. Dat is een beetje de aanleiding geweest. En ja, in de Walen werden we met open handen ontvangen en ja, dus we zitten er nog altijd. Dus, Eigenlijk is het een Vlaamse Brabants team gecombineerd met een Waals met zijn licentie in Wallonië. Zie ik het verkeerd? Nee, dat klopt. Wij zijn Vlaams-Brabants-Limburgers, want ik ben zelf een Limburger. Maar het is een combinatie van en we rijden met een Waalse licentie, dat klopt. Ja. Hoe is het seizoen 2021 verlopen op de weg? Ik denk wel mooie prestaties, hè? We mogen niet klagen. We mogen absoluut niet klagen, maar het is een raar seizoen geweest met corona. Hè, veel te laat begonnen. De jongens die allemaal op een toppen van hun tenen zaten. Sommigen die al een beetje over hun vormpiek heen waren vooraleer dat seizoen moest beginnen. Maar we mogen absoluut niet klagen. Dus we hebben heel mooie resultaten behaald op het einde van het seizoen nog met Mathieu Kokelman bij de juniors. Het zou 2022 moeten brengen, ook vertegenwoordigd in alle categorieën, denk ik. Hè? Wij zijn vertegenwoordigd bij de meisjes, we zijn vertegenwoordigd bij de minime, aspiranten, nieuwelingen of kadetten, hoe heet dat tegenwoordig, juniors en dan de belofte. Ja. We zitten over alle categorieën. Waar zou je moeten kunnen schitteren als team? Welke wedstrijd steekt er bovenuit? Wel, eigenlijk, je moet dat in het algemeen bezien. We zijn niet echt resultaatgericht. We zijn meer, we zijn een opleidingsteam, dus we willen zoveel jongens... Laten doorstromen. Dus we willen eigenlijk de piramide... De meeste ploegen zitten piramide ondersteboven. Je hebt een piramide met een heel smalle basis en heel breed van boven. We willen eigenlijk tegenovergestelde. Dus het is niet alleen de resultaten die bij ons belangrijk zijn. Het is eigenlijk echt opleiding die belangrijk is. En hopelijk... Later dat er iemand die ooit begonnen is bij ons, bij de aspiranten, dat die prof kan worden. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nu, volgend jaar hebben we een samenwerking. Rick de Voogd is bij ons gekomen. En de ploeg van Kangaroo blijft bestaan. Maar hij is naar ons gekomen met zijn staf en met zijn renners. Dus we hebben toch wel een heel grote kwaliteitsimpuls gekregen bij de juniors. Dus daar verwachten wij toch wel wat van. Ik denk ook ervaring terug met een ploegleider zoals Danny van der Aarde, denk ik. Hè? Ja, het is, je moet de ijzers smeden als het warm is. Danny zat vorig jaar zonder ploeg en wij hadden wel plaats voor hem te integreren binnen onze ploeg. En dat is een beetje mijn functie. Buiten hier de zaken leiden, probeer ik ook mijn steentje bij te dragen achter de schermen bij de ploeg. En ik ken Danny van vroeger, Kenneth van Bilzen, zijn neefje, heeft vroeger bij mij gekoerst bij de juniors. En die link was snel gelegd. Dus, Wie is CEO van Gossem eigenlijk? Hij staat hier voor u. Dus, Maar betreft het wielrennen? Ja, ik ben... Is het een ziekte? Het is een, vader op zoon? Het is een passie, het is een microbe van vader op zoon. Ik zat in de muggie toen ik de eerste keer de coureur zag. En ik zit er nog altijd in. Dus, Wat zou 2022 moeten brengen voor prestaties, resultaten? Waar hoop je op in feite? Wat is de bedoeling? Ja, buiten opleiding... Je hoopt toch op prestaties, denk ik. Hè? Het zou toch moeten lukken. Goede transfers gedaan? Ja, zoals ik zeg, we zijn zeer actief geweest op de transfermarkt. Zowel naar kadetten toe, naar de juniors toe. Bij belofte ook iets minder. Maar we zijn een van de enige ploegen die in België die zowel presteren in de beker van België bij de nieuwelingen, de juniors als de belofte. En we proberen daar zo hoog mogelijk in te scoren en af en toe een graantje mee te pikken, liefst podium of een overwinning. Zijn er bepaalde buitenlandse wedstrijden die op de agenda staan of moet het programma nog gemaakt worden? Nee, het programma is volledig gemaakt. Dus bij de nieuwelingen is dat iets minder naar het buitenland, maar bij de juniors rijden we een zeer groot programma in het buitenland. Ja. En bepaalde wedstrijden die uitspringen?
Ja, we doen een aantal wedstrijden in Frankrijk. Val-Romain is altijd iets waar we naar uitkijken. Hè. De mini-ronde van Frankrijk voor de juniors. Maar natuurlijk, je moet de juiste renners hebben. En de renners moeten dan ook een beetje pieken naar die periode toe. Maar ja, stiekem dromen we wel voor een herhaling. Een paar jaar geleden hebben we Laurens Huis gehad, die daar de leiderstrui gedragen heeft. Een paar jaar later met Henri van den Abijlen. Dus wij hopen dat we dat opnieuw kunnen herhalen. Dus, Buiten Frankrijk nog andere wedstrijden? Er zijn een paar wedstrijden, Duitsland, ja, Italië een paar wedstrijden, maar ook opnieuw veel zal afhangen of er mag gereisd worden en hoe het gaat zitten met corona op die moment. Hè. Dus, hoe wordt de selectie gemaakt van de renners in feite? Wie maakt ze? Wie maakt ze? Dat is eigenlijk heel simpel. De ploeg is opgebouwd uit verschillende ploegleiders. De ploegleiders die de wedstrijd doen, die kunnen een voorkeur doorgeven. En dan heb je Laurent Mars, die de teammanager is. En ikzelf, achter de schermen, onder ons drie. Dus gaan we bepalen welke renners de wedstrijd rijden. En Timo Langenaken, zie je daar toekomst in bijvoorbeeld? Het is nu iemand die ik persoonlijk wel ken. Timo Langenaken, zie je daar toekomst in? Is iemand toch die gedreven is, moet toch een beetje opgeleid worden, denk ik? Ik ken hem persoonlijk, daarom vraag ik het ook eens. Hè. Ja, Timo is zeker, er zit tegen zeker talent en potentieel in. Heeft al heel veel potentieel meegemaakt gehad. Maar het is niet gemakkelijk. Hè. De probleem moet een goede renner bezitten. De goesting om te trainen, hè? Want het is voetballen is veel gemakkelijker als wielrennen, bij wijze van spreken. Maar je moet vooral de zin hebben, de goesting hebben om te trainen, om ervoor te gaan. En doorzettingsvermogen, inzet, dat zijn de belangrijkste eigenschappen. Nog op zoek naar renners voor komend seizoen? Wij, het werk is afgewerkt of niet? Nee, ons deur staat altijd open. Hoe kunnen de renners hier komen of hier terechtkomen? Ze gewoon een mailtje sturen of even telefonisch contact hebben. Dus dat is heel simpel. Alvast veel succes voor volgend jaar. Dank je wel.